Te gast, wederom vandaag, Arnoud Jaspers, wetenschapsjournalist. Bekend bij alle lezers van Winia's Week, want iedere zaterdag staan zijn zeer lezenswaardige columns in ons online tijdschrift. We gaan het deze keer meer specifiek hebben over Johan Remkes, zou je kunnen zeggen. Johan Remkes heeft, zoals iedereen weet, een persconferentie gegeven, een rapport uitgebracht dat licht moet brengen in de duisternis van de stikstofcrisis. Is dat niet, meteen mijn eerste vraag, is dat niet vooral licht in de politieke crisis? Ik vind het het is op zich opmerkelijk dat naar dat rapport werd uitgekeken als een soort, dan gaan we heel lang wachten, maar dan komt er ook wat. Dan hebben we uiteindelijk de definitieve oplossing. De verlossing. De verlossing, ja. Nou, met Johan Remkes als de verlosser dan. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Johan Remkes was bemiddelaar, of daar plakt hij zelf dan een ander woord op. Ja. Maar officieel heeft hij natuurlijk geen enkele beslissingsstatus. Hij geeft een advies aan het kabinet. Zegt hij zelf trouwens. En nu moet het kabinet dus de beslissingen gaan nemen. Ja, die ze eigenlijk al genomen hadden, maar niet durfden door te zetten. Of als je, dat hangt er vanaf hoe je erover denkt, maar als je er tegen was, tegen die beslissingen, dan moeten ze nu dus alsnog tegen al die weerstand in die beslissingen gaan nemen. Ja. Dus het verbaast me sowieso dat iedereen zo naar Remkes heeft uitgekeken en naar zijn rapport als de verlossing uit de stikstofcrisis. Ja, maar eigenlijk is het vooral de verlosser van Mark Rutte, ben ik geneigd te zeggen. Want Mark, het kabinet. Het kabinet Rutte 4 had toch een probleem. In die zin dat zij hebben iets bedacht waarvan ze denken dat het zelf onontkoombaar is. Alleen waren ze vergeten dat ze daar ook met enkele tienduizenden boeren te maken hadden en met plattelandsbewoners die sympathiseren. En met miljoenen Nederlanders die voor een deel gewoon in de stad wonen, die het ook met de boeren eens zijn. Ja, of om andere redenen al een probleem hadden met het kabinet, omdat ze elitair vonden of afstandelijk of te D66-achtig of daaromtrent. Dus wat is dan eigenlijk de taak van Johan Remkes? Is mogelijkerwijs dat hij een cadeautje zodanig heeft verpakt dat degenen die zich tekort gedaan voelen, zich iets minder tekort gedaan voelen. Ja. Terwijl ondertussen het kabinet ruwweg toch ongeveer gaat doorzetten wat ze al van plan waren. Nou ja, dat is dus wat waar Rutte goed in is, namelijk hoofdpijndossiers bij een ander neerleggen en dan moet een ander maar zeggen dat het zo moet en dan voert hij dat uit en dan kan hij zijn handen bijna in onschuld wassen. En dat zie je nu met het stikstof. Hij was onzichtbaar hè, rond stikstof. In Remkes tijd. Ja, maar daar heeft Rutte een handje van. Ik bedoel, ook als het gaat over asielproblematiek, hebben we hem daarover gehoord? Nee, totaal niet. Nee. Dus, en nu met dat, nu wil hij dus eigenlijk dat Remkes het gezag heeft om dat door te drukken, wat hij zelf niet kon doordrukken of zelfs niet durfde door te drukken met zijn kabinet. Nee, maar eerst was het dus de Raad van State, die heeft gezegd van dat kan niet, gaat dus niet zo verder met die stikstof. En toen kreeg je D66, die zeiden dat, die trokken daar een conclusie uit dat de stikstof gereduceerd moest worden, met de helft gereduceerd voor 2030. Dat heeft de Raad van State niet gezegd, voor alle duidelijkheid. Nee, totaal niet. Dat staat in het regeerakkoord, omdat D66 dat wilde. Ja. En dan is er een VVD-minister die dat moet uitvoeren en die liep met het kop tegen de muur. Ja. En dan moest de andere VVD-oud-minister dat probleem van haar oplossen. Zo is het een beetje toch, meneer? Ja, en kijk, het is zo dat er staan een aantal dingen vrij los van elkaar. Je hebt natuurlijk de uitspraak van de Raad van State, die het zogenaamde PAS 2019. Ja, programma aanpak stikstof. Dat was een soort sjoemelsoftware, juridische sjoemelsoftware, om uit te komen onder de restricties die men zichzelf had opgelegd. Hè. Dat was kabinetsbeleid, dat was de wet om op een bepaalde hele drastische manier de stikstofdepositie, de stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden te verminderen. En het PAS was sjoemelsoftware om daar niet aan te hoeven voldoen. Ja. Dus dat op zich, nog bedacht door Diederik Samson trouwens. Het is op zich begrijpelijk, zeker voor de striktere denkers in dit dossier, de orthodoxen. Is het begrijpelijk dat de rechter zegt van ho, dat doen we niet. Ja, jullie maken een potje van. Maar toen zat het kabinet dus met consequenties waarvan zij dachten dat er geen ontkomen aan was. En ik formuleer het altijd zo dat ze zichzelf in een hoek hebben geverfd. Nou ja, niet in de laatste plaats, omdat een belangrijke regeringspartij dat als
politiek, politieke waarheid had omarmd. Het feit dat de Raad van State heeft gezegd dat pas dat die truc die mag niet, dat heeft bepaalde juridische consequenties. Maar wat vooral D66 er dan van maakt is dat er helemaal niets meer mogelijk is, dat Nederland op slot zit, dat niets nog een nieuwe vergunning krijgt als het ook maar een beetje stikstof uitstoot. En dat dus de enige nog mogelijke weg is wat het kabinetsbeleid al was en wat nu Remkes zijn rapport heeft uitgebracht, nog steeds eigenlijk in grote lijnen het kabinetsbeleid moet zijn, volgens Remkes. Maar is er niet van een theatrale schoonheid dat Remkes dan D66 op de vingers tikt, de boeren een beetje gelijk geeft, ook eigenlijk het kabinet op de vingers tikt, maar ondertussen het kabinet en D66 in staat stelt om voor te gaan op de weg die ze hadden ingeslagen. Ik heb me echt verwonderd over. Het is waar dat Remkes die geeft zeg maar de boeren een soort therapeutische aai over de bol in die persconferentie en ook in dat rapport. En dan geeft hij inderdaad het kabinet een tik op de vingers over de toonhoogte. En de culturele voorhoede, dat is ook een beetje D66. Precies, dus dat is allemaal goed en wel, oké. Maar ik heb me erover verbaasd dat daarna alle partijen zeiden, we zien weer perspectief. Nou, ik denk dat ze nu ongeveer dat rapport goed aan het lezen zijn en al zien dat er helemaal niet zoveel perspectief in dat rapport zit. Maar ondertussen, het rare effect is dus dat nu eventjes, ik denk niet dat dat lang duurt, maar dat nu eventjes alle partijen denken dat ze weer verder kunnen en dat ze allemaal weer gedeeltelijk hun zin kunnen krijgen. In het meest tragische geval heeft het rapport Remkes als voordeel gehad dat, ook omdat hij er 4 weken langer over gedaan heeft, dat we 4 weken langer geen trekkers op de weg hebben gehad. Ik neem aan dat je ook dat filmpje, dat uitgelekte filmpje met Jesse Klaver wel gezien hebt. Dus eerst zei Jesse Klaver voor de camera, zei hij op zich van, eigenlijk is het nog een schepje erbovenop vergeleken met het plan wat er al lag. Daar heeft hij gelijk in. Mm-hmm. Daar komen we zo op, dat zijn die 500 piekbelasters. Ja. Maar goed, toen zei hij dus off-camera, althans hij dacht dat de camera niet meer aanstond, van, gauw afstempelen en door, want straks hebben ze het rapport gelezen en dan snappen ze echt wat erin staat en dan krijgen we al die protesten weer. Ja, als je dat op die manier probeert eigenlijk weg te sjoemelen, de politieke verantwoordelijkheid en een open discussie heeft Remkes toch ook gelijk? Dus als er zo over gepraat wordt, als door Jesse Klaver van, we hebben ze maar mooi te pakken eigenlijk. Ja, zo van, laten we een beetje doordrammen, het kabinet moest heel snel beslissingen nemen. Basis van het rapport Remkes, want nu was het gelegitimeerd, precies, zeg maar, dat plan. Maar dat geeft toch een bijzondere kijk op, en misschien een vrij schrikbarende kijk, wat Jesse Klaver hier zegt. Of wat in ieder geval deze politicus zegt, de blik van deze politicus op in ieder geval dit deel van de bevolking. Ja, namelijk dat ze als, dat ze niet van voor aan gezien. Dus dat is het minste wat je van kunt zeggen, toch? Plus, dat ze dus blijkbaar te dom zijn om te begrijpen wat er in dat rapport staat. In ieder geval om het snel door te hebben. Ja. En B dus, dat het ook niet uitmaakt wat het voor hen echt betekent als de politieke besluitvorming maar kan worden doorgedrukt. Wat een bevestiging is van dat de stikstofcrisis, zoals we die afgelopen maanden hebben meegemaakt, en misschien de komende tijd, in eerste plaats een politiek probleem is, niet? Ja, en het is ook een kloofprobleem, als ik het zo kan zeggen. Dus het is wel, want dat is wel degelijk zo, en dat zie je dus aan hoe Jesse Klaver daarmee omgaat, maar ook hoe Tjeerd de Groot daarmee omgaat. Want voor hem is primair gewoon halvering van de veestapel. Ja. En al die stikstofmaatregelen, stikstofproblemen, de natuur die omvalt. De stikstof is voor hem alleen maar een breekijzer. Een stok om de veeboeren te slaan. Om de veestapel te halveren en liefst zelfs de hele intensieve veeteelt gewoon te verbannen uit Nederland. Want kringlooplandbouw, dat is eigenlijk zijn dogma, hè? En dan verspreidt hij de fabel dat als je met intensieve landbouw, dat je dan 3 planeten aarde nodig zou hebben om de wereldbevolking te voeden. Ja. En dat het met kringlooplandbouw, dat je dan maar 1 planeet aarde nodig hebt om de wereldbevolking te voeden. Ja.
het omgekeerde is juist waar. Ja. Het is echt een complete... Want intensieve landbouw is niet van niks intensieve landbouw. Nee, daar heb je dus minder ruimte voor nodig. Ja, en je hebt de input van kunstmest nodig, gewoon om meer voedsel te produceren. Ja. Als je dat niet meer hebt, dan wordt je landbouw dus gewoon minder productief. Die maakt gewoon minder voedsel voor mensen. Ja. Dus heb je meer land nodig als je toch evenveel voedsel wil maken. Daar zei Remkes trouwens wel iets aardigs over. Want hij noemde de naam van Thierry de Groot, de D66-man, niet. Maar dat was duidelijk dat hij over hem had. Hij zei van D66 kende ik als een pragmatische partij. Dat is niet zo vreemd, want D66, de ideologie van D66 was van hem beginnen het pragmatisch zijn. Maar ze zijn nu een secte geworden, zei hij, geloof ik, letterlijk, of in ieder geval komt op neer. En is dat, vind je dat ook niet opvallend aan de Groot? Het is net alsof hij een bekeerling is. Hij is een late bekeerling. Ja. We kennen ook allemaal, denk ik, van hem wel die filmpjes dat hij een jaar of 5 of 7 geleden was hij nog voorman van de zuivellobby. En toen lobbyde hij dus voor meer melkproductie en expansie van de sector. Ja, want er was heel veel markt in de wereld. Nou, volgens mij is dat nog steeds waar. Er is nog steeds heel veel markt voor zuivel in de wereld. Maar inmiddels is hij dus helemaal van dat geloof gevallen. Nu heeft hij een nieuw geloof van de intensieve landbouw intensieve veeteelt moet Nederland uit. Want dat is nog niet voor iedereen duidelijk. Het lijkt hem minder te gaan om de stikstof en om de natuur, als wel om het promoten van de kringlooplandbouw en het en zo. En dat dus zegt deze voormalige ambtenaar van het ministerie van Landbouw ook. Hè? Ja, kijk, natuurlijk mag je van inzicht veranderen. Ja, het zou kunnen, de voortschrijdend inzicht. Je denkt nu anders over dingen, maar... Een verantwoording is wel fijn. Ja, hij heeft daar nooit iets over gezegd in het openbaar. Hoe dat nou zo ineens kan, dat hij er 180 graden gedraaid is. Precies. En hij wordt er ook nooit mee geconfronteerd in al die talkshows waar hij aan tafel zit. Waar hij het hoogste woord heeft over wat er allemaal moet gebeuren met de landbouw. Nee, heel vreemd. Niemand confronteert hem ooit met zo'n filmpje van 7 jaar geleden. Met zijn vorige opvatting. Totaal anders beweert. Ja. Dan mag je zeggen van, ik heb een nieuw inzicht en wil hierom en hierom. Maar het wordt zelfs nooit aan hem gevraagd. Nee, dat is curieus, want dat is meestal het eerste wat gebeurt als iemand 100 jaar geleden iets anders vond. Maar goed, wat ik even wil voorstel te doen, is dat ik wat uitspraken van Johan Remkes langsloop. Okay. En dan graag jouw commentaar daarop. Ja. Ten eerste, zegt Remkes, ook boeren hebben recht te weten wat er op ze afkomt. Uh-huh. Dat is een nieuw licht kennelijk. zie je dat ook zo? Natuurlijk hebben ze recht om te weten wat op ze afkomt. De vraag is of het rapport Remkes daar soelaas biedt. Ik denk heel weinig. Ja. Want nog steeds is het zo dat Remkes noemt een aantal mogelijkheden van wat zou kunnen, maar dan nog... Hij geeft een beetje een opdracht aan het kabinet. Ja. Maar dat is op zich geen oplossing nog. Nee, kijk, want zoiets als de deadline van de totale stikstofuitstoot zou met de helft minder moeten in 2030, per 2030. Ja. Nou, dan zou je zeggen, dan weten de boeren wat er op ze afkomt. Maar in dat rapport staat nu juist, we gaan extra eikmomenten invoeren in 2025 en 2028. Want dan valt er toch over te praten, of het niet wat langer mag. Wat trouwens juist een geste is aan de boeren, zeker, of aan het CDA, denk ik. Met name Bob Hoekstra wordt dan bediend natuurlijk. En ik denk ook, zoals de dingen gaan in Nederland, daar kun je jarenlang uitstel uitslepen. Zo zal dat gaan. Ja. Dat kan je, tot op zekere hoogte is dat wel mooi, maar dat betekent natuurlijk niet dat je nu als boer precies weet wat er op je afkomt. In feite weet je nou wel minder wat er op je afkomt. Al krijg je misschien een wat meer speelruimte. Ja, maar dat eerste verhaal van Christiane van der Wal, de minister van Stikstof, daar kun je van zeggen, dat bood in dat opzicht meer, misschien geen perspectief, maar wel duidelijkheid. Ja, dat is die fameuze kaart die dan gepubliceerd werd, waar gewoon bijna per vierkante kilometer in stond hoeveel stikstof er gereduceerd moest worden. Ja. Nou, dan gingen al die boeren zitten kijken, mijn bedrijf staat hier in een rood vlakje, ik moet 90% reduceren. Ja. Nou, daar ging natuurlijk de ophef over. Ja. Nou, dat is wel duidelijk. Ja. Ja, waarom was dat zo erg? Op allerlei manieren is dat afgezwakt. Maar waarom was dat zo erg eigenlijk? Nou ja, ik vraag, het lijkt een beetje of dat een domme vraag is voor mij, maar eerlijk gezegd ben ik zo dom. Ik heb dat nooit helemaal goed begrepen waarom het zo erg was. Nou ja, kijk, 90% reductie betekent gewoon stoppen met je bedrijf. Maar als je zegt dat kaartje moet weg, dan wil je die duidelijkheid weg, kennelijk. Nou ja,
de boeren die weg moeten willen natuurlijk dat ze niet weg hoeven. Dus die willen niet alleen het kaartje van tafel. Die willen gewoon dat het plan van tafel gaat. Ja. Maar daar wordt nu van gemaakt dat dat kaartje... Het gedaan heeft. Dat de grote fout was. Het kaartje heeft het gedaan. Ja, maar zolang de stikstofdoelen overeind blijven staan... maakt dat kaartje niks uit. Nee, de vraag is alleen of deze boer van die 90% is als een buurman. Ja. Nou als zijn neef 10 kilometer verderop. Op het moment dat er geen kaart ligt, geen gedetailleerde kaart... Dan hebben lokale overheden en bedrijven hebben allemaal wel weer ruimte om te gaan koerhandelen met wie wordt dan het kind van de rekening in deze regio. Maar als de totale doelstelling overeind blijft, dan heb je dus winnaars en verliezers. Maar in totaal moet er gewoon nog steeds evenveel gereduceerd worden. Hooguit zijn het andere winnaars en verliezers. Precies. Ja, dus dat is eigenlijk meer onzekerheid. Maar goed, het blijft natuurlijk... Ik snap best dat je het onacceptabel vindt... dat je ergens om een kaart ziet staan... dat je je bedrijf moet opheffen. Dat is niet een erg hoffelijke manier... van het bejegenen van je burgers. Ja. Kun je wel zeggen. Hij spreekt van een zwalkend... en soms falend beleid. Vond je dat een trefzekere en nuttige opmerking van Remkes? Hoewel dat dus vooral gaat over... Laat ik zo zeggen, hij bedoelde daarmee ook op beleid wat langer terug is. Dus, decennia. Decennia en met name bijvoorbeeld, en ik ben het jaartal kwijt, maar dat het melkquotum werd opgegeven. Dus heel lang is het zo geweest dat er in de landbouw een bepaalde hoeveelheid melk mocht worden geproduceerd, maar niet meer dan dat. Toen werd dat opgegeven. Ja, 2014 of zo, denk ik. Ja. Toen werd het opgegeven, dus toen... kon Tjeerd gaan roepen van... Tjeerd de Groot gaan roepen van... We moeten meer melk produceren. Ja. En toen 2 jaar later al... Toen werd er weer een andere regeling... Fosfaat. Ingesteld die er de facto op neerkwam... dat die vrijlating van het melkquotum... werd teruggedraaid. Ja. Stond er wel niet letterlijk in, maar er kwam het gewoon op neer. Ja. Ja, weet je, als je dat doet... dat is dus zwalkend beleid. Hollen en stilstaan. Ja, en zo zijn er meer voorbeelden van verder terug... over hoe er met mest moet worden omgegaan. En daar hebben die boeren natuurlijk ook terecht probleem mee. En dat pas waar ik het net over had... het programma Aanspraak Stikstof... is dus ook gewoon zwalkend beleid gebleken... omdat het bij de rechter niet door de beugel kon. Dus daar heb je dus de zogeheten pasmelders. Dat waren duizenden boeren die keurig onder dat pas melding hadden gemaakt van kijk, ik heb dit bedrijf, ik wil dit uitbreiden of verbouwen. Dat geeft een klein beetje stikstofuitstoot en onder dat pasregime mocht dat, had je geen vergunning nodig. Precies. Nou, die paar duizend boeren die zijn nu met terugwerkende kracht illegaal geworden omdat het pas is afgeschaft. Ja. Nou, dat is natuurlijk zwalkend beleid, sterker nog, dat is onbehoorlijk. Door de uitspraak van de Raad van State namelijk. Ja, dat is onbehoorlijk beleid natuurlijk. Dat kan gewoon niet in een rechtsstaat. Nee, maar dat was... gedoogbeleid kun je wel zeggen. Ja, gedoogbeleid, sjoemelbeleid. Ja. Nou ja, maar gedoogbeleid is sjoemelbeleid. Ja. Je kunt er allerlei mooie kwalificaties aan geven, maar... Ik zeg het nog maar weer. Het was een plan van Diederik Samson, hè? De PvdA-leider van 10 jaar geleden. Je bedoelt het programma Aanpak Stikstof? Jazeker. Ja. Je kunt het bijna niet voorstellen, omdat hij natuurlijk een voormalige Greenpeace-leider was. Ja. Die nu voorop de barricade staat in Brussel om het klimaatplan van Timmermans door te voeren. Maar deze sjoemelregeling, die door de Raad van State is afgekat, komt uit de koker van Diederik Samson. Okay. Ja. Wat misschien een geweldige verdienste van hem was, daar gaat het even niet om. De... wat ik de moeite waard vond, is dat hij zei, Johan Remkes weer, ook, er is ook toekomst voor hoogproductieve landbouw, zelfs voor de export. Ja. Is dat ook weer zo'n handreiking, een zalvende mededeling? Want je kunt niet en het land opofferen aan de kringlooplandbouw van Thierry de Groot... en zeggen dat je hoogproductieve landbouw voor de export kunt hebben. Ik denk dat hij hier echt frontaal stelling neemt tegen Thierry de Groot en D66. En, en ook de natuurbeweging, natuurbeschermingsbeweging. Ja. Hij zegt gewoon van, we gaan niet de hele export afschaffen. We gaan niet alleen maar voor Nederlandse voedselconsumptie produceren. Ja. Er moet ook gewoon een exportsector blijven bestaan. Het is goed dat hij dat gewoon klip en klaar zegt. Ja. Dat is ook... onvermijdelijk. Dat kan niet anders als je nog een beetje een welvarend land wilt blijven... en een beetje een modern land wilt blijven. En voedselzekerheid wilt hebben ook. Ja, ook. En dus... Zou ik zeggen. Het is goed dat hij dat zegt. En het rare is dat de verhoudingen al zo zijn geworden... dat je dat moet zeggen. Dat iemand met gezag dat moet zeggen van... ja, we mogen blijven exporteren.
Weet je wel? Ja. Zouden ze dat ooit van de industrie zeggen die spijkers maakt? Of nou, ik zou zeggen, of meubels? Het wonderbaarlijke is dat we waren natuurlijk... Nog maar een paar jaar geleden was het feit dat we zo'n grote exporteur waren... was een van de redenen waarom we, voor nationale trots. Ja. Dat is één. Ten tweede hebben we in coronatijd... En via het klimaat-energiebeleid hebben we geleerd dat we misschien wel wat beter moesten opletten over het produceren van dingen voor onszelf. Ja. Dus de zon- en windindustrie, zal ik maar zeggen, die is bij uitstek, noem het maar protectionistisch, chauvinistisch, nationalistisch. Ja. Wat we zelf doen, doen we beter, zal ik maar zeggen. Alleen bij de landbouw waren we bezig het totaal om te draaien. Namelijk, landbouw hebben we niet nodig, want die halen we wel van elders. Want één ding staat vast met die circulaire landbouw van Thierry de Groot. Daar voeden we zelf onze eigen mensen niet mee, toch? Nou ja, als we allemaal veganist worden, dan kan het net schijnt. Okay. Nou, dat moet je dan maar willen, maar weet je... Hoeveel procent van de bevolking is veganist? Nu? 1% of zo. Ja. Vegetariër, 5% is vegetariër en dan is misschien nog een veel kleiner deel is echt veganist. En er wordt voortdurend de indruk gewekt alsof iedereen biologisch en zo. Maar ik geloof dat het 3% van de... Dus ja, 3-4% van de markt is... En die groeit hier allemaal niet, hè? Nee, die is stabiel. Ja. En dat is ook een ding wat dan... Ja, dat is dus de wenslandbouw die D66 en de natuurbeweging voorstaat. Namelijk dat we allemaal enthousiast worden voor biologisch. En dat dan meer dan de helft of zelfs 100% van de mensen in Nederland alleen nog maar biologisch voedsel gaat eten. Maar dat gaat toch ook uit van een merkwaardig idee van het ombouwen van de Nederlandse bevolking. Gewoon mentale ombouw. Ja, niet? Kijk, je zou natuurlijk allerlei belastinginstrumenten en subsidies kunnen gaan inzetten om ervoor te zorgen dat biologische voedsel fictief goedkoper wordt. Dan ja, maar in feite is het. Heb je een heropvoedingsprogramma nodig voor de Nederlandse bevolking? om dat te bereiken. Om veganist te worden wel. Maar je kan je dus voorstellen dat als mensen allemaal biologisch voedsel gaan eten, waaronder dus ook gewoon vlees en zuivel. Ja. Als de regering door allerlei belastingmaatregelen en subsidies zorgt dat goedkoper is dan regulier voedsel, ja, ja. Dan zal de bevolking wel omgaan. Maar goed, dat kan helemaal niet. Want je zit dan... En zeker niet op deze schaal. We zijn geen continent. Het is onbetaalbaar, maar het mag niet van Europa. Nee. Dat is natuurlijk altijd in het stikstofonderwerp is dat ook altijd. Daar wordt ook altijd als een stok om de hond mee te slaan, wordt gezwaaid van ja, het mag niet van Europa. Ja, Remkes zegt dat ook. Ja, maar dat mag dus ook niet van Europa, biologisch voedsel door subsidies goedkoper maken of zelfs maar even duur als regio. Nee, ik denk dat is allemaal staatssteun. Je mag ook geen importheffingen doen om het buitenlands voedsel buiten de deur te houden, want dat is ook gewoon hartstikke verboden binnen de EU. Ja, daar hebben we namelijk allemaal handelsafspraken over en zo. Ja, precies. Nee, dus het, laten we zeggen, de Thierry de Grooten, die zitten met veel tevredenheid te wijzen naar, mag niet van Brussel, maar tegelijkertijd zijn de oplossingen mogen ook weer niet van Brussel. Die mogen ook totaal niet van Brussel. Dat is een beetje sneu dan, niet? Wat ook wel aardig is, ook een dooddoener misschien, hij zegt, niet alles kan overal. Ja, dat is ongeveer de eerste waar je aan denkt, maar waar niemand het over heeft. Want tot voor kort willen we overal van die Microsoft-dozen in het land hebben. Ja. We willen ongeremde immigratie toestaan. In ieder geval in de praktijk blijkt uit niets dat men dat wil afremmen. Dus we krijgen een vol land waar volgens de methode Thierry de Groot improductieve landbouw vooral plaats moet vinden. Die heeft veel ruimte nodig. Extensieve landbouw, ja. Dus het pure... Hij had dat misschien ook boven dat rapport kunnen zetten. Het rapport is nu Wat Wel Kan, hè? Het rapport nu heet Wat Wel Kan. En dat verwijst terug naar dat eerdere rapport van Remkes over... Dat heette Niet Alles Kan Overal. Dat was het stikstofrapport wat hij in andere hoedanigheid... een jaar of 3-4 geleden heeft gemaakt. Ja. Waar trouwens flink wat overlap tussen zit, tussen die twee rapporten. Dus dat is op zich niet... het is consequent en ook niet heel verrassend. Nee. Nee, ik bedoel, hij is geen bekeerling in die zin. Nee. Nou ja, hij beweegt zich keurig binnen de politieke kaders die gesteld waren. En dat kun je hem misschien niet verwijten, hoewel ik eigenlijk toch wel van hem eigenlijk gehoopt had op wat meer out of the box denken. Maar daar kunnen we het zo misschien nog over hebben. Maar wat jij zei van zijn quote was van niet alles kan overal. Ja, dat is natuurlijk een enorme
op zich is het een enorme dooddoener, maar... Ik zou dat als slagzin boven het rapport toch niet onaardig hebben gevonden. Al was het maar omdat uit niets blijkt dat er regeringsbeleid is die deze wijsheid tot zich heeft genomen. Dat is natuurlijk, er wordt al veel te lang niet nagedacht over wat voor land willen we eigenlijk. En dat gaat niet alleen voor landbouw, maar ook bijvoorbeeld over immigratie. Maar als je het concentreert op de landbouw, het besef dat landbouw en natuur elkaar tot op zekere hoogte in de weg zitten. En dat je dus gewoon moet beslissen van wie krijgt hoeveel ruimte en wat zijn de consequenties daarvan. Voor de economie, voor mensen, voor de natuur. De ruimtelijke ordening. Daar is gewoon niet echt over nagedacht. Eigenlijk helemaal niet over nagedacht, durf ik te zeggen. En dan zitten we nu dus in de situatie dat de natuur is heilig. De Natura 2000 gebieden, die zijn heilig. Daar mag geen millimeter af. Moet allemaal hetzelfde blijven. Daar mag theoretisch mag daar geen enkele schade aan aangericht worden. Wat ik het gekke vind, het moet ook helemaal bevroren worden. Dus veel van de natuurgebieden zijn ook maar per ongeluk ontstaan. Ja. En die zijn meestal namelijk aangelegd. Per ongeluk, als restgebied of wat dan ook. Maar die moeten per se hetzelfde blijven. Nou ja, toch? Is dat zo? Hetzelfde, dat is een heel, heel bijzonder soort hetzelfde. Want soms wordt zo'n Natura 2000 gebied wordt gewoon volledig afgegraven, een meter diep. Alle grond wordt een meter diep verwijderd. Om het arm te maken, hè? Ja, want die grond is dan, er zit te veel stikstof in. Ja. Dus het moet stikstofarme natuur worden. Want dat is dan zogenaamd natuurherstel. Ja, maar dat herstel, dat is voor de biodiversiteit, hè? En dat herstel begint dus met het van een meter diep afgraven van het volledige terrein. Ja. En dan ook nog dingen veranderen aan de waterstand. Je laat het vol met water lopen of je laat het juist helemaal droog worden. Al naar gelang daar zogenaamd de natuur hersteld moet worden. Maar dat gebeurt echt op industriële schaal. Ja, weet je wat het mij aan moet denken? Dat heet natuurherstel. Maar weet je wat het eigenlijk heel erg blijkt? Dat je had in de 18e eeuw het Engels ontwikkelde zich de Engelse landschapstijl. Hè? Dus in de 18e eeuw denk ik. En dus van die grootgrondbezitters die graven en weet ik veel wat ze allemaal heten. De bazen van de streek. Die boden tegen elkaar op over hun parkaanleg. En desnoods legden ze een rivier om, ze groeven een meer. Ja. En dat is de Engelse landschapstijl. Wat we nu aan het doen zijn, lijkt daar heel sterk op. Voor een groot deel is natuurbeheer nu in Nederland is dat. Er wordt bedacht van, wat voor landschap hoort hier eigenlijk? Nou, dan gaan we dat maken. Ja. Inzet van enorme graafmachines en dijken aanleggen, kanalen graven. En dan ontstaat iets wat dan herstelde natuur is. Maar het is toch verzonnen natuur dan? Ja, nou ja, dan wordt gezegd van dat is zoals het in 1900 was, weet je wel. Nou, daar hebben we vaak niet eens goede gegevens over. Dat zal dan ongeveer... En bovendien is het twijfelachtig waarom dat 1900 moet zijn en niet 1800. Of, ja. En overigens denk ik, maar dat weet je vast beter, te zien dat een aantal van die mensen die ook voor de Oostvaardersplassen zijn en die vreselijk voor de kringlooplandbouw zijn, die zijn eigenlijk voor de verwildering van Nederland. Hè? Ja. En dat is dus het Nederland voordat de mens toesloeg. Ja, maar dat is waar. Maar het gekke is, dan is het ook weer niet zo dat ze zeggen, oké, we hebben hier een natuurgebied, we zetten een groot hek omheen en we doen niks. Dat zou je kunnen doen, hè? Ja. Maar als je dat doet, dan krijg je dus niet het soort natuur wat de natuurbeschermers willen. Die willen namelijk een park. Ja, dus er moeten allerlei, als je zo'n natuurgebied kunt afgrenzen, en dan moet je daarna allerlei ingrijpende dingen doen om ervan te maken wat volgens de natuurmonumenten en volgens staatsbosbeheer de ongerepte oorspronkelijke natuur is. Ja. En, nou, dat ongerepte durf ze niet echt meer te zeggen. Hè? Nee, oké, maar dat is een beetje de ondertoon. Het is niet ongerept, het is de gewenste natuur. Ja, dit is echte Nederlandse natuur. Zo moet het echt zijn. Ja. Ja, en dan heb je dus ondertussen 300.000 kubieke meter grond afgegraven en ergens anders gedumpt. En bepaalde diersoorten en plantensoorten daar volledig uitgeroeid, want die horen daar niet. Nee. Om plaats te maken voor andere soorten. Ja. Ja, dat is dan... Dat betekent bijvoorbeeld, maar dat gaat een beetje bij dit thema weg, misschien niet eens, dat je zoals het al kabinetsbeleid was, een eind maken aan 100 of 120.000 hectare veenweidegebied. Wat een keuze is voor de Roerdomp en tegen de Grutto, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, oké. Dat zeggen ze dan niet, maar dat is wel zo. Maar
Het rare is dat er die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, dat zijn de twee grootste natuurbeheerders in Nederland. Ja. Die kunnen echt tot op grote hoogte gewoon doen wat ze willen. Ja. En er is eigenlijk geen democratische controle op. De politiek kijkt er volgens mij ook nauwelijks naar. Ik hoor ze nooit in de Tweede Kamer, hoor ik Tweede Kamerleden vragen stellen over wat is Staatsbosbeheer daar nou aan het doen? Nee. Of moet dat natuurgebied wel een meter diep worden afgegraven? Nee, er is wel eens een opstand op een Waddeneiland als het erfpacht weer verder verhoogd is, dan Staatsbosbeheer, maar dat is het dan. Ja. Er wordt op dat niveau wordt helemaal niet in de politiek bekeken van wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen. En in alle televisieprogramma's worden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten als de eeuwige waarheid gepresenteerd. Die hebben zeg maar pauselijke onfeilbaarheid op het gebied van natuurherstel. Ja. Daar hebben ze gewoon een soort machtsmonopolie. Dan kun je van Natuurmonumenten nog zeggen dat ze, weet ik veel, 800.000 leden hebben of zo. Ja, maar zeker. Nou, zoveel ook weer niet hoor. Maar, maar honderdduizenden in ieder geval. Ik weet het getal niet uit mijn hoofd. Maar een aanzienlijk aantal. Best wel veel. Wat trouwens geen reden is om wat je nog niet de legitimiteit geeft om te doen alsof dat jouw kiezers zijn of zoiets. Ze krijgen ook enorme subsidies hoor. Dus dat en anders wel van de Pascal Loterij. Het is niet zo dat het allemaal crowdfunding is die dat natuur herstel. Maar ze kunnen dus in belangrijke mate samen met een handvol van die ecologen dicteren hoe het parklandschap Nederland, dat wij natuur Nederland noemen. Kijk, en dat mag je allemaal willen, maar dat zijn keuzes die gemaakt worden en die zijn heel ingrijpend en ook voor ver in de toekomst, waar gewoon niet over nagedacht wordt op het niveau wat er over zou moeten gaan, namelijk de politiek en de Tweede Kamer. Ja. En ook zelfs de verkiezingsdebatten bijvoorbeeld. Gaan er nooit over. In een verkiezingsdebat gaat het nooit over wil je wel per se stuifzand op de Veluwe? Nee. wat is er zo belangrijk aan stuifzand op de Veluwe? Ja. Daar gaat het natuurlijk nooit over. Nee, meestal is stuifzand trouwens het gevolg van het feit van overbegrazingen. Is ook zo. maar dat moet dus worden behouden, omdat dat ooit is ontstaan is rond 1900 geloof ik of zo. Niet precies. Door menselijk toedoen overigens. Zeker. Door roofbouw op de natuur is dat een keer ontstaan. En is er op een gegeven moment een stempel opgezet van dit is oorspronkelijk Nederlandse natuur. Dus dat moet behouden blijven, CQ, hersteld worden. Ja, terwijl het op zijn beste momentopname was. Toen was het, En dan wordt het om een of andere rare reden, wordt dat dan de oorspronkelijke natuur die behouden moet blijven. Ja, maar dat is een totaal arbitrair. Eigenlijk is het pure willekeur. Het is de hobby van de ene of de andere ecoloog. Als er morgen een nieuwe generatie ecologen komt, dan moeten we weer de Noordoostpolder. Het enige wat je dan ten gunste van kunt zeggen is van oké, als je niet in zo'n zandverstuiving, als je niet aan heel intensief beheer doet om die verstuiving te laten bestaan, dan wordt het bijvoorbeeld bos of hei. Ja. Dan kan je zeggen, ja, maar dat hebben we elders in Nederland allemaal al. Dus daarom willen we ook zo'n zandverstuiving. Ja. Ja, dat is het enige wat je er ten gunste van kunt zeggen. Maar dat zeggen ze niet, hè? Nou ja, dat is het argument van de biodiversiteit. Dan zeggen ze, ja, we hebben wel al heide en bos en nog een aantal dingen. Maar die zandverstuiving die dreigt te verdwijnen als wij niks doen. Okay. Dan heb je meer biodiversiteit. Oké, maar dat is op zich, het lijkt mij dat vanuit het parklandschap Nederland een hele redelijke gedachte, dat we hier en daar een zandverstuiving intact laten. Ja, maar zegt dat dan dat je het om die reden doet? Maar als je dan kijkt wat daarvoor nodig is om dat zo te houden, dat is vaak volkomen buiten proportie. Het is natuurlijk niet zo dat als die zandverstuivingen, die paar zandverstuivingen daar verdwijnen, dan is het niet zo dat we in de rest van Nederland dat helemaal niet meer hebben. En het is al helemaal niet zo dat we dat in de rest van Europa dan niet meer hebben. Nee. Weet je, allerlei natuur die hier... Laat staan buiten Europa, zou ik al zeggen. Allerlei natuur die hier in Nederland met kunst en vliegwerk en heel veel moeite in leven gehouden wordt. Of gecreëerd wordt. Die heb je gewoon 50 of 100 kilometer over de grens in Duitsland. Dat is waar. Ontstaat die vanzelf. Dat is ook iets opmerkends, dat hoe nationalistisch het is, hè? Dus het gaat vaak over mensen die met de hele cosmopolitische en de wereld moet gered worden. Maar hun plannen en denkbeelden concentreren zich op precies op de grenzen van Nederland. Als het gaat over mensen, dan moet het allemaal heel cosmopolitisch zijn. Zijn we allemaal één wereldbevolking enzovoort. Ja. En zodra het gaat over natuur, over dieren en plantjes, dan telt alleen nog maar wat binnen die vrij willekeurige landsgrenzen aan de hand is. Dat dier dat geheel onaangekondigd de grens overkomt, wordt als een exoot beschouwd
Ja, heb je vaak ook nog. Dat sommige soorten, daar is men ook weer selectief in, maar sommige soorten die dan van buiten komen, die moeten worden uitgeroeid. Ongewenste vreemdelingen zijn dat. Ja, die moeten echt letterlijk, moeten dan worden uitgeroeid. Wat trouwens best goede redenen voor zijn soms, maar dat is een andere zaak. Ja, kijk, de wolf bijvoorbeeld, dat is natuurlijk die hoort hier. Die wordt omarmd als vreemdeling. Daar wordt een rode loper voor uitgerold. Ja. Terwijl de Amerikaanse rivierkreef, die prima te eten is, dat is niet goed. Ja, maar ook de wasbeer is best wel een vergelijkbaar dier met de wolf. Ook een roofdier, ook wel aaibaar, zeg maar. Heeft een mooie vacht en zo. Ja. Maar die is niet gevaarlijk voor mensen. Die is ook geïmmigreerd vanuit Duitsland hier naartoe. En die floreert hier. Ja. Nou, die moet worden uitgeroeid van de natuurbeschermers. Ja. Want die hoort hier niet. Die komt oorspronkelijk uit de VS. Maar ik vind dat met twee maten meten over willekeur. Vind ik gewoon niet te rechtvaardigen. Want feit dat er 1000 jaar geleden hier wel wolven waren, maar geen wasberen. Wat moeten we daarmee met die wetenschap? Ja. Misschien schoten we het al erg mee op. Dat zo was. Of niet meer zo was, maar zo zeg. Dan, ik loop nog even langs Johan Remkes. Wat ook wel opvallend was, valt misschien een beetje buiten dit thema, maar is dat hij vrij ver ging in het constateren van de tegenstelling platteland-stad. En ook de cultuur. Voorhoede, was het zo? De culturele voorhoede die. Die gaf hij op de vingers. Ja, die op een heel laatdunkende manier. Over de gewone man. Over buiten de stad. Boeren en plattelandsbewoners. Ja. Dat vond ik toch. Laten we zeggen, met iemand die met dit gezag spreekt. Was dat toch bijzonder. Ik bedoel, iedereen kan het waarnemen als je het wilt waarnemen. Maar op het Mediapark en het Binnenhof was dat toch geen common sense om dat allemaal toe te geven. Ja, en de talkshows die ik gezien heb, daar ging het daar ook niet over. Werd het niet genoemd. Nee. Als je het niet noemt, dan doe je er in zekere zin aan mee, kun je ook nog zeggen. Ja, wat dat betreft vind ik, dat is een van de goede dingen die ik inderdaad ook wel in dat rapport van Remkes zie staan. Dat hij dat soort dingen benoemt. Dat is terecht en het is goed dat het ook door Remkes in zo'n rapport een keer gezegd wordt. Kijk, ik vond de toon van het rapport ook wel prettig, omdat hij soms ook gewoon in de ik-vorm schrijft. Hè? Dat hij zegt van, nou, ik kan dit niet zo goed verwoorden, maar ik bedoel dit. Nou ja, hij is ook, normaal heb je een commissie, Remkes, of een commissie dit of dat. En dan weet je nooit wie die commissie is, dan weet je alleen maar de voorzitter. In dit geval is er alleen maar een voorzitter, dus dat maakt het ook makkelijker. Het is niet in bureaucratische ambtenarijtaal geschreven, dus dat vind ik positief aan het rapport. Je kunt het gewoon lezen en als een normaal mens kun je het gewoon lezen. Dus dat is positief. Dat hij dat soort dingen benoemt is terecht en ook goed. Maar ik zei eerder dat ik het eigenlijk cosmetica vond. Want je kan het een keer gezegd hebben, nou dat is dan mooi. Maar het betekent niks voor het beleid. Weet je, daar wordt geen boer minder onteigend. Het is een ventiel. Hè? Je laat wat druk van de ketel. Ja, er wordt geen boer minder onteigend als we met respect over het platteland praten. Dus. Nee. Maar misschien is de boer iets minder boos. En dat is dan dat is wat beoogd wordt vermoedelijk. Hij zegt dat er moet gezoneerd worden. Ja. Dat vind ik. Ik weet niet precies wat hij bedoelt. Maar dat klinkt ontzettend planningachtig. Misschien is er meer planning nodig. Dat weet ik niet precies. Ja. Maar. Wat is dat, dat zoneren? Het idee is dat heel Nederland verdeeld wordt in 4 zones. Je hebt rood, groen, geel en oranje. En de groene zones, dat zijn eigenlijk gewoon de Natura 2000 gebieden. Dus daar mag bijna niks. Alles moet namelijk zo blijven. Ja. En dan heb je de rode zones, daar mag veel. Daar mag ook intensieve landbouw. En daartussenin zit dan groen en oranje, als ik het goed zeg. Nee, sorry, geel en oranje zit daartussen. En daar mag dan een beetje. Dan mag landbouw, maar dan met bepaalde restricties enzovoort. Dat hele idee van zonering, ja, ik snap niet goed welk heil hij daarvan verwacht. Het is nu zo dat rond Natura 2000 gebieden zal in de praktijk heel weinig kunnen. Omdat vanwege die stikstofuitstoot, zolang daar aan vastgehouden wordt. Ja, misschien mag je in plaats van koeien suikerbieten telen. Ja, misschien nog net. Ja. Ook nog lastig hoor. Maar in feite de facto is het al zo, door al die Natura 2000 gebieden en dan een zone, de bufferzone daaromheen, waarin toch al bijna niks kan, is er de facto al een zonering. Dus
Op het moment dat die hele operatie in gang komt van die 500 piekbelasters, hè, wat dan al heel snel zou moeten, van grote stikstofuitstoters uitkopen of verplaatsen, dan heb je al een zonering. Dan heb je in feite wordt Nederland dan al in zones verdeeld waar niks kan, waar een beetje kan en waar grote uitstoters dan nog precies, kunnen. Dit hele plan is al een zoneringsplan, toch? Ja, dus ik snap niet precies welk heil hij dan nog verwacht van heel Nederland in die rode, gele, oranje, groene zones verdelen. Dat is een nieuw kaartje, namelijk. Een nieuw kaartje, toch? Ja, misschien dat het dan vooraf, ver van tevoren, meer duidelijkheid geeft. Maar ik zie eigenlijk niet zo'n groot verschil met de problemen die we nu al hebben. Het plan wat er nu al ligt. Ik heb twee vragen voor je. Vraag 1. Ga ik even door op die 500-600 bedrijven. Die piekbelasters, ja. Die piekbelasters die zoveel uitstoten. Zo'n intensieve landbouw zijn misschien. Zo efficiënte landbouw zijn misschien. Mm-hmm. Dat zij gestraft moeten worden, als ik het zo formuleer. Om op te draaien, als eerste op te draaien. Voor het grote Christiane van der Wal plan. Mm-hmm. Is dat een goed idee? Is het een goed idee? Het is onhaalbaar. Hij noemt een termijn van een jaar. Nou, dat is gewoon onhaalbaar. Ja. Kijk, op zich, in principe het idee om niet rigide de complete landbouw te saneren, maar eerst te kijken naar welke veroorzaken de meeste last in de zin van de stikstofdoelen. Ja. Dat vind ik nog niet eens zo'n slecht idee. Als je zegt van, het stond al in een plan van het ministerie van Financiën, hè? Ja, dus het idee, we beginnen gewoon bij de ergste overlast, tussen aanhalingstekens overlast. Maar dan hoef je namelijk maar 1% van de boeren te verplaatsen of uit te kopen. Om 10 of 20% effect te bereiken. Precies. Ja. Dat principe vind ik nog niet eens zo slecht. Mm-hmm. Mits je dan ook zegt, maar dan leggen we ook minder rigide doelen op aan de totale doelstelling. Dus dan zeggen we van, de totale stikstof hoeft niet met de helft naar beneden. Nee, we gaan selectief de bedrijven die het meeste schade veroorzaken. Opnieuw schade tussen aanhalingstekens. Ja. We gaan de bedrijven die het meeste schade veroorzaken, die gaan we uitkopen. Dan zit je inderdaad misschien op misschien maar 20% minder uitstoot, maar wel op de helft minder schade. En dan is het ook klaar. Ja. Als je dat als principe hanteert, dan vind ik het nog niet eens zo slecht. Maar dit is een ander model. Dit is, we moeten nu in het eerste jaar, heel snel moeten we de eerste 20% schade meteen weghalen. Grote klap. Zodat er weer wat vergunningen kunnen worden gegeven voor de bouw enzovoort. Ja. En daarna gaan we verder met de oorspronkelijke doelstellingen. Ja. Ja, en dan vind ik het eigenlijk gewoon. Maar dan gaat het dus ook niet om natuurbeleid, waar het zogenaamd allemaal al begonnen is. Dan gaat het gewoon om vergunningen te kunnen uitdelen. Ja, bouwvergunningen. Die 500 piekbelasters die dan binnen een jaar weg moeten, dat is om Nederland weer van het slot te krijgen, zoals dat heet. Maar ja. Nederland zit juridisch op slot, maar voor de rest is het gewoon. Het is niet zo dat de natuur op omvallen staat en dat er daarom niks meer kan. Nee, maar wat wel zo is dat er hier en daar geen huizen gebouwd kunnen worden. Ja, dus als Remkes oplossing is dan, als we maar met alle, geweld is niet het woord, maar met alle dwang en drang die we kunnen binnen een jaar wat stikstofdepositie kunnen weghalen, dan kunnen we ook weer bouwen. Ik zag daar zelf eerlijk gezegd ook een strijd in tussen de ministeries in dit geval. Want iedereen wordt bediend hier, of sommigen krijgen een klapje zodat een ander een beetje wordt bediend. In het Haagse ministerieoorlogje ging het hier ook tussen het ministerie van Landbouw en het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën. Nee, landbouw die was van het spreiden, zeg maar. Ja, ja. En landbouw en financiën, die was van gewoon even, als je veel percentage wilt binnenhalen, waarom concentreer je dan niet op de piekbelasters? Ja. Nou, ik heb de indruk dat met de vierde piekbelasters, financiën, het ministerie van mevrouw Kaag overigens, ook een goodie krijgt. Oké, ja. Maar zoals gezegd, als het daar nou bij bleef, dan kon je nog zeggen van, wordt het ook heel moeilijk en heel hard voor die 500 bedrijven. Maar als je zegt van, dan is het klaar en dan zijn we klaar met die stikstofproblemen. Ja. Dan zou het misschien acceptabel zijn. Maar dit is alleen maar stap 1 om
heel snel wat ruimte te creëren en daarna het oorspronkelijke plan van Van der Wal alsnog uit te voeren. Ja, en het is ook daadkracht, hè? Het is een daadkrachtsuggestie, ja. Denk ik eerlijk gezegd. Het lijkt mij totaal onhaalbaar een jaar, om op termijn van een jaar 500 van die bedrijven uit te kopen. Dat lijkt me ook. Verplaatsen. Maar wat is er voor het grotere plan, die 2030, halvering in 2030, wat komt daarvan terecht, denk je? Nou ja, die doelstelling blijft dus staan. Nee, hè? Nee, dus... maar ik vraag aan jou, wat denk je, wat komt er van terecht? Oh, ik denk dat het kabinet valt dit voorjaar. dat er dan gewoon een heel andere... werkelijkheid. Heel ander palet, heel ander toneel ja, want ontstaat. Die 2030 moet nog steeds in een wet worden gegoten waarvoor je de Eerste en de Tweede Kamer nodig hebt. Ja, en nu staat, er staat nu al iets in de wet over die halvering, dat is 2035... Maar ik denk dat zelfs dat niet overeind blijft. Stel dat er een regering komt met BBB als een van de grote partijen. Ja. Nou, die komt er dus niet, die regering, als dat in de plannen blijft staan. Nee, maar het hoeft, zo'n partij hoeft misschien niet eens in de regering te zitten om voldoende zetels te hebben in de Eerste Kamer. Zeker, dat gebeurt natuurlijk al dan bij de provinciale statenverkiezingen. Dan komen er al zetels in de Eerste Kamer voor BBB, een stuk of 7 of 8. Nou, dan is het succes van Johan Remkes... If ever, een pillesoverwinning voor Mark Rutte. Ja, als het kabinet valt, dan, of als de BBB gewoon flink wat zetels in de Eerste Kamer krijgt, zodat ze dat kunnen blokkeren, dan zie ik gewoon niet gebeuren dat deze plannen doorgaan. Ik hoop nog steeds dat politici hun gezond verstand terugkrijgen en dat ze dus... eigenlijk teruggaan, dus uit dat juridische discours stappen waarvan Jeroen... Van mag niet van Brussel. Ja, waarvan Johan Remkes zegt, we kunnen niks, we zitten muurvast. Want dat zegt hij ook, hè? Ja, dat is wat ik vooral tegen heb op het rapport van Remkes, dat hij puur binnen dat juridische stramien van pas vernietigd, Raad van State uitspraak... Hij gaat terug naar 1994. Dit hebben we nog helemaal afgesproken in Brussel. Hè, dat zegt hij. Ja, en dat is niet waar. Dat is echt gewoon niet... Maar soms zou ik afvragen van... is dit dan afgesproken wat wij wilden? En is dit wat we willen? We weten ook allemaal... en ik heb zelf een tijdje in Brussel rondgelopen... maar dat helpt. Er is geen land dat tegen zijn zin uitvoert wat Brussel wil. Nee, dus dat is hoog, het zou merkwaardig zijn als Nederland het eerste land zijn dat wel deed. En dat had ik gehoopt dat Remkes ook eens uit dat stramien, uit dat denkraam zou durven stappen van... ja, we hebben in 1994 in Brussel getekend bij het kruisje... en alles wat daarna is gebeurd volgt daaruit onontkoombaar en wij kunnen geen kant op. Ja. Dat verhaal, dat is echt gewoon, dat klopt niet... Maar dat heeft heel veel politici ook gewoon behekst eigenlijk. Van die geloven dat en dat ging echt, denk ik. En daar ging dat vorige rapport van Remkes ook al van uit natuurlijk. Ja, die dacht ook helemaal binnen dat stramien. Die wetten over stikstof en over die kritische depositiewaardes en alles... dat zijn Nederlandse wetten. Die hebben wij als Nederland zelf... En ook Nederlandse regeerakkoorden. Zelf ingesteld en afgestempeld in de Tweede Kamer... Dus we kunnen ze ook veranderen. Ja, d'accord. Daar gaat Brussel niet over. In dat opzicht heeft ook Remkes niks nieuws gebracht, kun je wel zeggen. Nee, dat vind ik het teleurstellende van het rapport. Naast een aantal goede dingen, dat hij niet uit dat denkraam durft te stappen van... we kunnen geen kant op, want het moet van Brussel. Dat is gewoon echt gewoon een denkfout. En dat is blijkbaar te veel gevraagd van iemand als Remkes... die natuurlijk toch wel zijn hele leven binnen die... constellatie heeft geopereerd. Binnen dat establishment van de gevestigde politiek. Ja. En hij zelf, dacht ik, ook jurist van origine. In ieder geval focust hij erg op... Ik geloof niet dat hij heel veel opleiding heeft gedaan. Oké, maar hij focust heel erg op de juridische aspecten. En ik merk bij hem ook niks in dat rapport over dat hij... zich verdiept heeft in de wetenschap. Hij zegt, er staat één regeltje in dat rapport van... Politicus van de haalbaarheid. Ik heb met wetenschappers gepraat, staat er wel, staat niet bij welke. Nou, ik neem aan dat het de usual suspects zijn, namelijk Erisman, De Vries en Bobbink. Ja. Maar bijvoorbeeld over, er staat geen woord in dat rapport over hoe ze het in het buitenland doen, bijvoorbeeld. Nee. Niets over de stikstofaanpak of de habitat. Of de, dat, de zou je normaal, 2000, dat zou je normaal als eerste doen, hè? Kijk, ja, natuurlijk. Wat gebeurt er dan in de landen om ons heen? Maar niets. Ondertussen, wij naderen het einde van dit gesprek.
En ik maak van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat je bezig bent met het grote stikstofboek. Mm-hmm. Waarvan we de titel nog even geheim houden. Ja. En, maar dat zeker voor de statenverkiezingen gaat verschijnen, lijkt mij. Absoluut, toch? Ja. En dat zet het allemaal op een rijtje. En dat maakt hopelijk duidelijk dat dat we echt anders moeten gaan denken op een heel fundamenteel niveau over natuurbescherming. Over wat Europa zogenaamd allemaal afdwingt, niet dus. En hoe de politiek daarmee om moet gaan. Vol verwachting klopt ons hart. Ja. Tot dan. Ja. Arnoud Jaspers, dankjewel.